Hallo kijkers van Schijn in de Sprieten, welkom bij... What the fuck? Welkom bij een gloednieuwe aflevering. En Justice Perkament is natuurlijk ook, weet je, voor de mensen die dat graag willen. Ja, inderdaad. Ik kan me niet voorstellen dat je dat zo graag zou willen. Maar als je het graag wil, dan is dat het voor jou. Shine Sprites was wel de era waarin ik jou heb ontmoet. Dus ja, ik wil het kinder wel. Dat is niet waar. Oh, Justice Perkament. Of Justice Perkament bedoel ik. Ik zei Shine Sprites, maar... Dat bedoelde ik niet. Dat is lastig. Oh mijn god, een shiny! Welke? Shiny Roselia. Die is fucking... Hij zit er niet in. Wacht. Ik ga tegen vechten. Oké. Okay. Space time. Shiny Roselia live in de aflevering. Dat seeking. Very seeking. En ik heb nog niet eens een shiny charm. Ja, echt hoor. What a man, Neil. Is die. Weet je wat? Hier is iets heel ironisch aan. Weet je wat hier ironisch aan is? Nou. Ik vang nu een shiny op exact dezelfde plaats als ik mijn eerste shiny Legend Arceus... Of mijn eerste Legend Arceus shiny had toen ik ook nog een shiny charm had. Wow. Weet je nog die Clefairy? Ja, precies op die plek. Dat meen je? Ja. Dat is ziek. Heel ziek. Zelfs. Wacht, je kunt ook gewoon pokeballs kopen. Wat doe ik? Ready, I want to do some shopping. Kan ik al... Ik kan geen ultrabas kopen. Ja, ik ben woest. Ja, dat heb ik door, ja. Die Roselia is ook woest. Ja, dat is crazy. Don't be woosting. Ik ben en doe track, roosting. Oké. Okay. Ah, ik denk dat je nu al gaat kunnen inhalen, want ik ben dom bezig. Oeh, dat is niet fijn. Doe dat niet. Dat is wel een goede tip, ja. Ja, dat dacht ik. Ik heb dus waarschijnlijk een Pokémon gevangen. Nu ben ik helemaal tevreden. Even kijken. Dit heb ik niet nodig. Ah! Dat was niet goed. Nee, dat heb ik niet nodig. Dit heb ik niet nodig. Inderdaad. Jij bent zo'n smart fancy. Die heb ik misschien wel nodig. Dat is wel handig. Die heb ik ook allemaal semi-kinder nodig. Semi-kinder nodig. Dat is wel erg dubbel op, maar dat moet je. So Lang, we having the lolling erin. Precies, Eng. Oké, dat is Luxio. Ik moet even zo'n Luxray vinden. Raying the Lux. Zeker Raying the Lux. Oh, ga ik met Samurol? Dat is niet zo heel smart pantsing van mij. Oeh, Sandring, hoe durf je jou opeens niet meer smarty pantsing te zijn? Ja, terwijl ik hem nog steeds dezelfde pantsing aan, dus ik snap niet hoe het kan. Hij heeft een ding. Hij doet ook geen smarty pantsing, want hij deed crunch. Nou, dan ga ik hem ook killen. Ja. Kaboom, ding. To be gekilled, ding. Spoiled apicorn. Wat een spoiler. I love that joke, man. I do be laughing at that joking. Ik heb mijn grappling jacket en mijn smarty pants aan. Dat is wel cool. Cooling. Oh, ik werd gehit door mijn eigen aquatil van mijn Samworld. Dat is... Black Augurite? Daarmee kun je iemand evolven. Ja, inderdaad. Ik weet alleen niet meer wie. Of Ursaring. Nee. Of niet Ursaring. Maar Scytherin. Nee, Scytherin moet toch met de P-Drock? Of zoiets. P-Block, zoiets. Ja, dan is de Ursaring, denk ik. Nee, want die moet iets met Full Moon shit gedoe. Hè? I don't not knowing. Zoek het op, één. Hij kan. Maar ben nu aan het gaming. SB? Gaming SB, één. Ik ben wel blij dat ik eindelijk weer een kanaaltrailer heb, man. Ja? Ik heb echt, voor de kijkers, ik heb echt 2017 had ik een, wist mijn laatste kanaaltrailer. En eigenlijk
sinds ik in 2020 echt weer actief was begonnen met YouTube, zeg maar, heb ik gewoon Twitch compilaties gedaan. Maar dan vervang ik hem elke keer dat ik een nieuwe Twitch compilatie had. Mm-hmm. Het is leuk, maar ik denk dat een kanaal trailer is gewoon leuker, want dat is ook echt van shit van mijn kanaal, toch? Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Dus ja, daar ben ik wel blij mee op zich. Oké. Okay. We having a Gemini. Welke types mag ik ook weer? Poison, Dark en... Psychic. Dus... Gemini mag niet. Dat is oké. Okay, I guess. Ik weet niet. Ah, waarom doe ik dit? Dat kost alleen maar tijd. ...18 wisps remaining in the area, not leuk voor je. Oké, Leventon, vertel me eens, hoe gaat het met je? En ben ik al even omhoog, vertel me vooral dat maar eens. Nee, een beetje loopt, een beetje braaf. En ben je al level omhoog? Nee, ik denk het niet. Nee, ik ook niet. Ken je dat selfie? Nee. Misschien als ik hem zie wel. Ja, dat is van een jongetje die bij de intocht van Sinterklaas staat. En dan zegt van, ja, ik wil graag een PlayStation hebben. En dan zegt die reporter, hij is een beetje duur. Ik weet niet of je die wel krijgt. En dan zegt hij, nee, ik ook niet. Dat is wel funny. Klinkt wel funny. Ik ben McDonald's in het waarschijnlijk. Oh ja, er was een Space Time Distortion. Dat is cool. Want daarmee kun je space en time en distortion. Distortion. Oh, ik wou net zeggen, je vergat iets. Heb ik... Oh, die had ik er ook nog in moeten zetten, man. Ik kan hem nog veranderen, want de video staat nog niet online. Hisui en Voltorb. Ja, die zag ik net namelijk. Die kwam ik tegen, toen dacht ik, hé, die wil ik wel voor in mijn... Ja, daar dacht ik, ik zie hier ook zo'n Hisui en Voltorb. Terwijl ik net een Electrode heb verslagen, hè, en toen kwam ik er niet op. Maar ik zie die Voltorb en ik denk, oh, dat is eigenlijk best wel vet. Vetting, cooling. Die is zelfs heel zieking. Zeker. Heel zieking. Als ik hiernaast een Curlia tegenkom, Curlia, die wordt een fairy type. Of die is al een fairy type, denk ik. Curlia, ja. Je mag dan alleen geen... hoe heet het? Ja. Oké. Okay. Nose pass. Doe jij nose pass. Is passing in die balling. Passing in je nose. Ik heb hem pas nog gezien. Steek je nose in andermans passen. Precies. Geodude. Dat is een dude van de Geo. Oh, nee. Die houdt... Nee, Sander. Geen opmerking maken. Ik wou een opmerking maken. Die houdt van jonge dudes. Ja! Nee, dames dan. Do that. Nee, het is Geodude. Niet Geodude, Geodude that. Zo noem ik het. Ja, oh zo. Ja, oké. Dat is waar. Dat is waar. Je hebt een punt. Hij houdt sowieso van jonge dudes. Geodudes. Die level 1 die net uit zo'n ei komt, dan denk ik nou, dat... Oh, smullen. Dat kun je echt niet maken. Ja, hé. Gewoon maar een jongen. Ik dacht nog van, oké, ik ga die grap niet maken, ja, niet maar zo netjes. Je kon hem niet meer laten liggen. Je kon hem niet meer laten liggen. Het kwaad was al geschied. Ja, nou ja, sorry. Ik ging wel double downen, dat is ook misschien niet heel netjes, nee. Dat is niet heel netjes. Yo, is Udo? Die ken ik, die is van die Pokémon. Vind je dat? Udo is wel eens van die Pokémon geweest, ja. Die kan terrestrialize ook. Ja, dat kan elke Pokémon. Ja, de Sudowoodo ook. Dat klopt. Krijgt hij dan zo'n grasje op zijn hoofd?
volgens mij wel. Oh ja. Kabooming, derde Sudoku ooit gevangen. Heel dat is niet waar. Game. Ooit in deze game, dat is ook niet waar. Ooit in deze save-file, dat is wel waar. Dus je deed bijna liegen. Nee, nee, ik zei toch wat real things waar. Ik deed een boering. Oh, nu wordt Noos best boos in. Snap ik wel. Als ik een pokebal tegen je kop aangooi, word jij ook boos. Sander. Nee. Nee? Oh. Ja, ik wel dus. Blijkbaar. Duurt lang. Hoe lang duurt het voordat zo'n space-time distortion gaat werken? 4 jaar en 7 dagen en 124 uur. Ja, dat die tijd heb ik. Shitting. Areale azen? Shit man, niet Areale azen. Nee, Areale. Ariana Grande? Ja. Ja. Gligar. Dat is een gar van de vlieg. Coole kapsels, het is een tiener fantasie. Yeah. Oeh. Spacing, dus distortioning the timing. Distortioning the timing. You don't have plaats in your session. Mut. Nobody cares. Oké. Okay. Boot. Nogmaals, nobody cares. Nobody cherry. Scatterbang is gewoon een element orb, toch? Van deze gen. Als jij het zegt. Dat is maar weg. Cast of Fern. Boeit ook niemand. Graan. Boeit ook niemand. Ultrabal. Boeit iedereen. Wel zo. Wel zo. Je bent een ultra baller. Wat? Je bent een ultra baller. Ja, oh. Er is een Shilgon Luzu. Sinds je bent Shilgon. Shilgon Luzu. Ik heb ook nog eens zitten denken om Aerodactyl in BDSP te doen. Maar toen dacht ik, volgens mij heb ik... Dan moet ik dan weer zo'n fossiel vinden. En daar heb ik geen zin in. Old Ember Rain. Ja, ik had nog één Old Ember, maar dan... Volgens mij had ik er überhaupt maar één, zeg maar, van Old Ember. En ik wil dan alleen voor de Aerodactyl gaan dit keer. Want die vond ik vet. Maar, nee. Doen we niet, man. Gaan we niet doen. Oeh, dit is wel mijn laatste heavy ball. Why is everything so heavy? Je kan trouwens ook voor Aerodactyl gaan in... Sun and Moon of Ultra Sun and Moon, dan krijg je hem als gift. Dat is makkelijker Sol voor die setten. Weet je wat trouwens nog een vette hunt voor jou is? Je hebt Ultra Sun and Moon, toch? Of niet? Niet physical, maar ik heb hem sowieso als won. Ja, oké, okay, maar wil je daar een hunt op doen? Ja, trouwens, dat doen we ook bij, met... Ik doe het bij Diamond of bij Platinum doe ik het ook waarschijnlijk. Heb je een fair gespeelde Ultra Sun and Moon rom? Ja, onze, maar die is gerandomized, dus dat niet. Leuk, verder niet zoveel zin, nee. Dan zou ik, als ik jou was, als je een vette hunt wil doen, Poipel hunt doen. Dat is een gift. Is die cool shiny? Ja, die is heel vet shiny. Een van de vetste shinies die ik ooit heb gehad. Mm. Oké, okay. Ja, ik ken de Pokémon, heel goed zelfs. Ik weet precies welke je bedoelt, dat... paarse halve ultra beast volgens mij. Het is een ultra beast. Oh, het is een ultra beast. Dat wist ik helemaal niet. Ik vind hem wel vet, alleen ik weet bij god niet hoe die shiny is. Een hele vette shiny, een van de vetste. Ik ga Litten waarschijnlijk wel doen, dus in Sun and Moon. Ja, dat zag ik. Je weet dat je hem dan moet Masuda, hè? Ja, dat wist ik. Oké. Okay. Ja, of soft resetten met starters, maar dat is zeker heel kut, of niet? Nee, dat kan niet, volgens mij. Die zijn volgens mij locked, of niet? Oeh. Oké, ik had verwacht, ik doe dat, zeg maar, alleen dan... Je moet even checken of die niet gelocked is. Wie had... Nou, het is toch niet zo moeilijk om een kut Pokémon te raken? Jezus, sorry.
Even wie had in onze dingen, had iemand zijn lijstje gestuurd, toch? Met alle shiny ja. Cards. Ja, dan moet ik daar even naar kijken of Cinnamon hij daar bij staat. Maar anders moet ik die ook weer een stukje spelen, vrees ik. Ja. Maar die is wel vet. Die is wel, ja, daarom. Dus. Ik heb, dat was mijn eerste Masuda Shiny. Hmm, nice. Volgens mij, ja. Volgens mij was het echt alle first one. Mm-hmm. Mijn first Masuda Meft is Larvitar, volgens mij. Ook een vet Pokémon. Wel meteen eentje met een hoge hatch cyclus, geloof ik. Ja. Yeah. Volgens mij ook. Oké. Okay. Oh, oké. Ik ga hier weg. Als ik niet eerst dood ga. Koele haren, koele kapsels, het is een tienerfantasie. Electrizer, oké. Okay. Ja, sorry, ik ben even gefocust bezig met niet dood gaan. Leuk dat je erbij bent. Ah, dat vind ik lief. Okay, weet je waar dat van is? Zeg maar zo niks. Ken je het programma Trolls nog? Nee. Ja, dat was een beetje rond dezelfde tijd als Winx Club en zo. Dan had je dus trolls met allemaal verschillende kleuren haren. En op hun navel hadden ze dan zo'n edelsteen. En die gaf hem dan krachten. Klinkt wel grappig. Ja, het was verder niet zo'n supergoed programma. Alleen het intro liedje was wel iconic, zeg maar. Hmm. Oké, okay, ja. Het zegt me zo niks. Ride on these nuts. Ik wou hem al afmaken. Alleen toen deed hij het zelf wel. Maar ik heb hem wel. Is dat cool? Huh? Hoezo gooi je die... Oh, ik deed mijn hand in mijn lucht. Deed Ali B ook. Alhoewel, nee, die deed twee vingers, toch? Ja, hij moest zijn hand in de lucht doen toen de politie hem kon ophalen. Dat zal alweer, ja. Volgens mij... Oh, 130. Ja, ga zelf even 130 XP krijgen dan fucking Leventon. Hoef je nog maar 130 XP? Ja. Oh, ik moet nog veel meer. Wat een gozer is deze man. Gozer hoor. Even bekakte gozer. Ah, nee. Hebben we nou niet door Luxio? Kan je gewoon vangen? Hé, een Pokeball. Oftewel, een Voltorbing. Pokeballing. Oké. Okay. Heavy specimens you got from the Voltorbing? Dat is wel ziek. Oké, nog één. En dan heb ik er precies 6. En dat is zo'n volgende Gaikai. Kabooming. Alpha Luxray. Oh, damn. 2 heavy specimens. Oké, dat is mooi. Dan heb ik hem vast ook level 10. Ik ga nog eventjes hierin. Hebben we coole Pokémon? Van links naar rechts. Links naar rechts. Ja, van links naar rechts. Is dat zo'n Magmortar? Oh, ik heb niet gehield. Ik ga toch naar dat kamp, Sander. Waarom ga je naar dat kamp? Ik denk niet dat je je goed hebt geconcentreerd. Nee, dat denk ik ook niet. Sjong de Jong. Oeh, een Rotoming. Die wil ik. Double Edge. Oh, ik ben dood. Ja, dat krijg je als je niet naar het kamp gaat en je niet concentreert. Of naar het kamp gaat en je dan vervolgens niet concentreert. Oh ja. Huh? Je kunt in deze game nog lopen. Als je, zeg maar, dood bent. Je Pokémon. If you die. And then you die. Ken je dat toch? Ja, het komt heel... Is dat niet een game? Nee, het is... er was een aantal cabaretiers die werden uitgenodigd samen met Rick en
Fabian was teamcaptain. Oh, daar. Ja. Ik weet wat het is. Ik zie de setting ook. Dus met Bardo ook, geloof ik, toch? Fabian en Rick. Ja, volgens mij Bardo, Fabian en Rick, inderdaad. Ja, ik ken de setting. Ik heb wel eens shorts daarvan gezien. Ja, was wel grappig. Was wel... Grappig. Je haalt me de woorden uit de mond. Ik wilde het net gaan zeggen namelijk. Ja, maar wij liggen ook op zo'n lijn. Als je zo'n lijn hebt, hè, dan zit ik hier zo. En dan zit Milan, zeg maar, hier. Milan is deze en ik ben deze. Ja. Oh. Je ziet het niet, maar het is wel zo. Oké, laat me zien of ik het gehaald heb. Nee, natuurlijk heb je het niet gehaald, zegt hij dan. Oh, nee. Ah, rot op, joh. Vuile hij bitch. Hij rolt niet op. Spoiler, hij rolt niet op. Lijkt wel jouw cat. Je luistert wel niet meer. Ja, maar daar vind ik het niet zo erg als hij niet oprolt. Alhoewel, soms. Nee. Zo, maar hij kan wel eens wat minder. Leafy dying zijn. Minder, ja, dat. Voltorp, oké. Okay. Heavy specimens. Defeat? Ja, maar dat is niet handig. Time scared of with a scatterbang heb ik net allemaal weggegooid. Misschien heb ik nog. Oké. Okay. Niet allemaal. Oh, Oran Berries niet. Discarden. Of, discard. Oké. Want... Wat moest ik? Hoe vaak moet ik dat? Oh, één keer en dan heb ik hem. Oké. Okay. Oh, niks aan de hand. Dit is echt easy kill. Valt wel mee. Ik ga hem niet killen hoor. Maar... I'm not going to kill, but I'm do going to scare him off with a scatterbanging. Scatterbanging. Banging. Banging you. Banging you? Ja. Boy, yo. Scared off. Let's go, word, baby. Wordt dat je nieuwe parody? Sowieso. Banging, banging you. Scatter banging you. I don't know, I scatter bang you, baby. Ik heb 120 punties erbij. Weet je hoeveel ik moest? 90. Dus je gaat door naar de volgende ronde? Ik ga door naar de volgende hond. Ik hoop dat het voor zo'n flatscreen tv is, man. Oh, ik dacht voor de koelkast. Oh ja, eerst de koelkast, daarna komt pas de... Shit, je hebt gelijk. Eerst de koelkast, dan de flat... Oh, dan moet ik nog wel even een ronde... ja, bijblijven, zeg maar. Goed. Kut. Dat kan. Gaat hij nou zo'n beauty cap? Voor evolven? Tox. Dat is van dus. De stalking. De zing. De toxing. Ja. Hey, Silene, jij ook hier. Hoe is het met je? Silene. Die is ook van het net, maar ja. Ik wil ook gewoon Electabuzz kunnen vangen. Die had ik. Maar boeien. Hunt yourself star, baby. Ik wil wel even dat ik nieuwe items kan kopen. Dus ik hoop dat ik die quest heb. Fifth star. You can now use wing balls. Dat is ziek. Dat is heel ziek. Oh, you can now craft wing balls. Oké. Okay. Oh, ik dacht al. Ja, dat is wel jammer dat ik hem niet... heb, maar... Oké, okay, eye missions. Moet even... Eye sword. Ja. Door practicing. Ja, geen... Ja, fuck man. Ben je een fuck man? Ben je geen Pokémon vaak, man? Nee, toch niet. Zullen we de aflevering beëindigen, Sander?
Ja, laten we dat maar niet doen, anders is de aflevering ook zo lang. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag op de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.